Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler, c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Circus zonder handen is een Nederlandstalige circusschool die actief is in 9 verschillende Brusselse gemeenten. Ze hebben eigenlijk 2 doelstellingen. Eén daarvan is op hoog niveau circusactiviteiten aanbieden. En op tweede, om iedereen, jongeren van alle soorten afkomst en met alle mogelijke financiële situaties te kunnen bedienen. Want je zou het bijna vergeten, in een welvarend land als België, in zo'n welvarende regio in Europa en in de wereld, is het ongelooflijk maar waar, maar 1 op 3 Brusselse kinderen die groeien eigenlijk op in armoede. Het circus is voor ons, voor Carlotta, vooral eigenlijk heel belangrijk, omdat ze op een heel speelse manier toch heel veel dingen leert. Dus ze heeft eigenlijk zelf niet door dat ze dingen leert. Maar het gebeurt toch, en na zo'n heel jaar circus volgen, merk je dat ze een heel aantal technieken heeft geleerd, waarvan ik zelfs in het begin dacht van, dat gaat eigenlijk niet, of dat is moeilijk, maar toch doet ze het. Circus is eigenlijk een fantastische manier om jongeren succeservaring te geven, om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Samenwerken in groep. Ook zoiets heel eenvoudig als niet opgeven bijvoorbeeld, want als je doorzet, dan kun je tot heel mooie resultaten komen. L'acrobatie, c'est la chose que je préfère. Depuis tout petit, je fais plusieurs choses. Quand je dors, je mets ma tête à l'envers. Et même quand je regarde la télévision, je mets ma tête par terre et mes pieds en haut. C'est ça que je préfère dans le cirque. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut exprimer en nous-mêmes. Et il y a plusieurs couleurs dans le cirque. Il n'y a pas une couleur comme le foot. Plusieurs choses comme ça. Als alles goed gaat, en dat is de filosofie, en ik geloof daar ook echt heel hard in zelf, dat een aantal van de vaardigheden en ervaring die opgedaan worden, kunnen jongeren nog heel lang meedragen en ook een soort van startbasis geven voor een verdere leven eigenlijk. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit een heel veel vrucht gaat worden. Een heel groot verschil maken. Never ride.